Ik ben Willy van Loon, voorzitter van Febitra. Ook voorzitter van de groep van Loon. Ik ben ondertussen 61 en hou me eigenlijk alleen nog maar bezig op het bedrijf met strategische beslissingen. En dan binnen Febitra met de verdediging van ons beroep, het wegtransport. Welkom op deze rode sofa. We zijn hier om te spreken over de markt van het wegvervoer. En mijn eerste vraag is, hoe evolueert die momenteel? Wel, het is eigenlijk op dit moment een beetje raar. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een heel zwakke, slechte periode gehad. Maar dat hebben alle industrieën gehad. Het is dan terug beginnen aanzwengelen. Maar omwille van de percepties nu op vlak van de financiële markten en al wat daar rondhangt, merken wij dat terug de volumes, spijtig genoeg, een beetje beginnen weg te zakken. Dus we zijn er eigenlijk op dit moment niet heel gerust in of we inderdaad wel de draad kunnen aanhouden van een zachte stijging. Kan men spreken over een daling van de markt of van een groeivertraging? Ik hoop dat het een groeivertraging is, maar ik vrees een beetje dat het een iets langdurigere daling zou kunnen zijn. Als we ook de geruchten horen bij onze klanten en bij collega's ook horen en zien dat ook zij zeggen, maar we merken ook dat plotseling de stokaanvullingen trager verlopen. Net hetzelfde wat we voor gehad hebben medio 2008 toen het vorige probleem is ontstaan. Maar toen had men het over een zeepbel. Een zeepbel-economie 2008. Nu kan men toch moeilijk spreken over een zeepbel-economie. Inderdaad, maar misschien is dat niet mooi om dat tegen u te zeggen. Maar de vierde macht maakt de mensen een beetje bang. En dus dat zet zich door tot bij de consument, vrees ik een beetje. En vanaf dat die begint te zeggen van ik kan dat salon toch maar niet kopen, want ik kan even wachten. Ja, het schuimrubber dat in die salon zit, dat komt van mijn klanten in de petrochemie. Dus ik bedoel, daar wordt een kettingreactie op gang gebracht. En je voelt het aan de mensen ook in je familie als je iets gaat eten of drinken. Iedereen spreekt over de huidige financiële crisis. En iedereen heeft terug die angst een beetje van toen. De volumes hadden zich herpakt na 2008, dus na die inzinking. Maar de marges niet, heb ik vaak horen zeggen. Betekent dat u zich nu grote zorgen maakt? In zoverre dat natuurlijk er inderdaad geen reserve is kunnen opgebouwd worden na de vorige crisis, omwille van het feit inderdaad, zoals u komt te vertellen, dat de industrie spijtig genoeg de logistieke industrie nog steeds geen aanvaardbare marge wenst te gunnen. En wij staan daar als logistiek eigenlijk in de hoek waar de klappen van. Ik bedoel, wij zijn veel kleiner dan heel veel grote verladers. En ik vrees dat bepaalde van mijn collega's denkelijk niet voldoende reserve hebben om een nieuwe crisis uit te zingen. Met andere woorden, als men hoort zeggen dat er meer en meer tenders komen, dan is dat niet goed voor u. Dat is nog nooit goed geweest, laat staan vandaag. En inderdaad, het tenderen, indien het tenderen dan nog moest gebeuren op een manier dat men probeert als verladende industrie door die tender meer service te creëren, meer kwaliteit te creëren, gaat spijtig genoeg ook in de tenders van vandaag het allergrootste percentage, en ik ga er geen concreet getal op plakken, maar het is, vind ik persoonlijk erg hoog, naar het stuk tarief. Hoe evolueert eigenlijk de relatie met de verlader? Evolueert die op positieve wijze of niet? Telef evalueert dubbel. Ik wil daarmee zeggen, er is wel een opere communicatie met de klanten. De problemen worden langs de beide kanten op een meer transparante manier aangebracht. Er wordt opener over gepraat, maar vinden wij, en misschien horen veel klanten dat niet graag, en dan wil ik me bij die klanten excuseren, maar wij merken dat op het vlak van logistieke kennis bij de verladende industrie daar toch een en ander mank loopt. Wij zien meer mensen die zeer goed in de weer kunnen zijn met spreadsheets, maar ze laten de logistieke dienstverlener niet meer toe om uit te leggen waarom hij eigenlijk een beetje te duur is. Omdat ze eigenlijk niet mee zijn met het verhaal. En dat vind ik wel een beetje spijtig. De verlader wordt met andere woorden steeds meer een inkoper, meer dan een logistiek manager.
ik moet u daar 100% in bijtreden. Puur, het gaat om de inkoopkracht en niet meer om de logistieke kennis. En hoe kunnen we het samen beter doen? Dan misschien een laatste vraag. Hoe evolueert de relatie tussen de sector van het wegvervoer en de politiek? Er is natuurlijk in dit land een bepaalde versnippering, dat weten we natuurlijk allemaal. Een van de dingen die gebeurd zijn is de splitsing van het verkeersreglement, wat wij tot op vandaag nog steeds niet begrijpen wat daar de toegevoegde waarde van geen enkele regio in dit land is. Aan de andere kant gaat politiek zoals het steeds geweest is enorm traag. Dus dat blijft ook zo. En ten derde vinden wij dat indien Vlaanderen in dit geval en ook Wallonië doet dat voor een stuk, zeggen dat zij beide speerpunten willen zijn en topregio's als het op logistiek op aankomt, dan moet men natuurlijk er ook voor zorgen dat inderdaad de bereikbaarheid van die logistieke platformen gegarandeerd blijft. En ik denk dat daar nog wel een en ander... En de mobiliteit gaat er niet op vooruit? Verre van. Hè. Wat er in Antwerpen gebeurd is op het vlak van dat lange wapper gebeuren, voor of tegenstander, dat is een apart verhaal. Maar als je ziet het verschil, we zijn hier toch in Antwerpen en ik ben ook een Antwerpenaar en ik sta voor de Antwerpse haven. Maar als je ziet hoe de bereikbaarheid is van onze haven en je gaat dan 100 kilometer verder kijken in Rotterdam, op de drie modi, maar voornamelijk op de modi wegvervoer, dan is het eigenlijk huilen met de pet op. Desalniettemin, dank u voor dit onderhoud. Graag gedaan.